gedurende van Ruben Mars en FC Zutphen in de baan hier met Oscar van der Hemel. Super mannetje Waaienberg op die vierde positie, hij gelooft het wel. Dan gaat hij namelijk mee naar de kwartfinale. We gaan naar de man die deze titel denk ik mee wil nemen, Paultje van der Leij. Nou, het is verbaasd dat hij ook nog al deze wedstrijden rijdt. Hij is natuurlijk een van de grote favorieten in alle klassen waar hij altijd start bij de NFL. Technisch bijzonder goed is deze man uit Putten. Hij neemt 10 punten mee naar huis. Daar zit Erik Achterkamp dan. Hij zit op een derde positie achter Joral Barros. Kom erin! Kom erin! Ciao! Wij gaan naar de Nederlands kampioen clubs, waar ze helaas geworden, Arjan, we komen niet zoveel aan doen. Dat is plaat nummer 468. 468 is Max van Dinten, absoluut toptalent daar uit Nederland op de eerste positie. Hij krijgt mee Hoek Booster en we kijken weer naar Muntspeker voor Harding. Thijs Vist, toch ook leuk om te zien hoe groot die groep weer geworden is van die club daar op de Zeemeer. Hij zit op een keurige derde plek. Oh, press achter mij hier. Van Duits. 2016, het nummer Björn van de Polen, van de automatische onder aan de stad over. We moeten wat gedoen zijn daar op het eerste stuk. En wie zijn profiteuren met zijn tjeltjes hier voor hem? Dat kan zijn. Woestenboelen hebben we daar, Woestenboelen gedaan. En we gaan kijken naar Gouden Maus op de tweede plaats. Het is Michel Lapper, Lapander of de Ole Lotte. Kan de plaatsen niet helemaal goed lezen van haar vier. Daar gaan we ook kijken naar plek 3 en 4. 4 is op dit moment 68 bij 16. Maar de contact is nu op 19. De Nederlanders net voor de vingers gedaan. Waar we 13-jarige dames zij zijn vertrokken en we gaan kijken naar Ammerzoden. Ammerzoden die hier de lijn te pakken heeft. Anja Jacobs, een van de dames uit Ammerzoden, de enige dame in deze categorie. Dus dan is dat het makkelijke raden voor mij. We gaan even kijken wat er achter tussen de winkel en de Apeldoorn is. Hoofdnummer 1207, Lucinda Tauto, vorige tweede positie voor haar. En de lokstrijd zijn mij vooral met René Plante op positie nummer 3. Thank you.